Kijk, Maus is toch mooi. Kijk naar boven. Oké, hallo allemaal. Welkom. Kijk, zoals jullie zien, Mausie ligt daar. Ik ga Mausie een navelkaarsbehandeling geven. En ik laat jullie zien hoe dat gebeurt. Oké, Maus. Ja. Hoe voelt u? Bent u een beetje zenuwachtig? Helemaal niet. Ik ben een beetje benieuwd. Ja, oké. Wat gaat gebeuren allemaal? Oké, we gaan die navelkaars hierin plaatsen. Zo, in uw navel. En waarom ik die appel zet, zodat uw buik niet verbrandt. Zit het al erin? Ja. Oké, we gaan hem nu aanzetten. Oké, we gaan niet schudden, we gaan hem aanzetten. Yes. En gewoon zo rechtop houden en wachten tot op einde. Tot einde, dus laat ik jullie zo meteen verder zien. Oké, Maus, en vertel, wat voelt u? Ik voel zo lekker warm. Warm in uw buik? Ja. Oké, ja, relaxte gevoel toch? Ja, heerlijk. Ja, het is niet alleen voor dat, maar het haalt ook alle afvalstoffen uit het lichaam. En het is eigenlijk een soort van massage. Het is heel goed voor je buik. Jullie kunnen ook lezen op Google. Toppie. En Maus, geniet u een beetje van die mooie sterrenhemel? Wat heerlijk, ik geniet lekker. En straks ga ik een van die relaxte muziek ook, hè? Abib Soja ben jij. Hi Maus, dit is Colaitwin. Kijk, mooi lukken, toch? Relaxed, toch? Kijk, die water dingen. Ja. Maar hoe disco dansen, hè? Het is relaxed, toch? Dat is het je kan. Moos, zoet je lekker? Relax hoor je, 100 man. Ah, Moos, het is bijna afgebrand, die navelkaars. Wat voelt u nu? Zo, ik voel me zo lekker. Zo, relaxed. Kan je ze zijn apetwame? Ik dacht, garam. Warm, hè? Warm. Is zo lekker gevoel. Oh, ik ben bijna in slaap. Ik val straks bijna in slaap. Kijk, het gaat vanzelf uit, hè, Maus? Vanzelf, Ubuti. Ik kan niet zien, hè? Nee. Omdat ik lig. En daarom maak ik een video. En mag ik die video op TikTok plaatsen dan? Waarom niet? Oh. Maus, als die kaas al uit is, dan gaan we binnenin kijken wat erin is. Welke afvalstof uit uw lichaam is eruit gekomen. Oké. Dus we gaan zo checken. No. Ik ga hem nu eraf halen. Zo meteen. We gaan nu eraf halen en kijk. Kijk wat voor dingen uit die navel is gekomen. Kijk.